Goedendag, we zijn te gast bij het Mini Maxi Theater in de Meiboom. En daar zijn ze druk bezig met de voorbereidingen van hun nieuwe musical. Die musical die in oktober wordt uitgevoerd. En ja, jullie zijn waarschijnlijk net zo benieuwd als ik welke musical dat is. En dat gaat Erik ons vertellen. Ja, mijn naam is Erik Leeuw en ik ben lid van het Mini Maxi Theater. En dit jaar voeren wij de musical Ariel op in de Meiboom in oktober dit jaar. En Ariel, dat is andersom de musical De Kleine Zeemermin. De Kleine Zeemermin, als je het vertaalt in het Nederlands, dan is dat De Kleine Zeemermin. Dat is de originele Disney-versie die wij uitvoeren. Dus niet Ariel 2 of 3, zoals er al veel meer sequels zijn geweest bij Disney. We voeren echt de originele versie uit. En jij hebt daar een leuke rol in? Ik ben Prins Erik, dat is in feite de hoofdrol naast Ariel. En dan heb ik de flinke uitdaging aan. Ik heb veel spel, dans en natuurlijk ook veel zang. Ik heb een aantal solos die ik moet zingen. En veel tekst? En heel veel tekst. En de tekst betekent eigenlijk dat je dat goed uit je hoofd moet leren, want ik heb ook een aantal flinke monologen. Ja, maar nou is het natuurlijk wel zo, als je veel tekst hebt, dan, ja, ik heb altijd ook wel door, als je weinig tekst hebt, dan ben je vaak te laat of te vroeg. Klopt. Dus je hebt ook wel steun aan het feit dat je zo ontzettend veel tekst hebt. Ja, voor de monologen heb je natuurlijk steun aan jezelf. Ja. En als het even niet gaat, dan improviseer je iets wat aan tekst in je opkomt. Ja. Dat is vaak niet zo'n probleem. Improviseren in samenspel is vaak wat lastiger, ja. Want dan heb je vaak de cue van iemand anders. Goed. En die moet je goed kunnen pakken. En als die niet komt, ja, ja. Dan moet je toch ook weer gaan improviseren. Ja. Nou, dat gaat ongetwijfeld lukken, want ik weet hoe jij speelt. En dat is andere jaren goed gegaan, dat gaat niet over. Dat gaat best lukken. Maar ik weet ook dat jij nog een andere rol hebt binnen het Mini Maxi Theater. Sinds vorig jaar ben ik ook lid van het bestuur. Ik ben niet voorzitter, secretaris of penningmeester, maar ik ben lid van het bestuur. En wij zorgen voor het algemene reilen en zeilen van de vereniging. En wat houdt dat algemene reilen en zeilen dan in? Daar moet je bijvoorbeeld denken aan alle planningen rondom alle musicals die wij uitvoeren. Wij doen niet alleen de musical voor de maxis uitvoeren, maar wij zorgen ook voor de planning van de minis, de mini-maxis en de midis. En dat zijn drie andere groepen die wij doen. Ja, en, ik ga je even onderbreken. Het Mini-Maxi-theater heeft namelijk 4 groepen. 3 groepen onder de 18 jaar en 1 groep van spelers boven de 18 jaar. Exact. En ze luisteren naar leuke namen, Inimini, Mini, Max Mini, Midi groepen en dan uiteindelijk de Maxi. Maxi groepen, exact. Weet je wat, we gaan gewoon verder kijken. Ik ga op zoek naar de regisseur, kijken of dat die nog wat vertellen kan. En hier op het toneel staan de mensen inmiddels te dansen, onder deskundige begeleiding van Maaike. En die hebben een kostuum aan en we roepen er zometeen ook iemand bij die veel zorg voor de heeft besteed aan die kostuums. Ja, ze zijn met z'n tweeën en ze doen perfect werk. En wie zijn die twee? Dat is José en Daphne. Nou, dan gaan we in ieder geval José er even bij halen, want ik weet dat die achter mij op het toneel staat. Hartstikke goed. Erik, dankjewel. Dankjewel. Ja, net stond ze op het toneel en inmiddels is José naar ons toegekomen. En José die heeft een schitterend pak aan. José, dat hoort ongetwijfeld bij jouw rol. Ja, zeker weten. Ik ben een van de zussen en ik heb daarom inderdaad een van de zeemerminstaarten aan. Die zijn helemaal zelf ontworpen, dus dat is wel heel tof om dan je eigen resultaat zo te kunnen zien. Ja, jij bent verantwoordelijk voor de kleding, heb ik begrepen. Ja, ik ben een van de verantwoordelijken voor de kleding, inderdaad. Wie zijn daar nog meer bij betrokken? Dat is Daphne, Esther, Gerdy en we hebben nog wat hulp van hier en daar. Ja, fijn, want dus zonder hulp denk ik, kun je volgens mij zo'n complexe groep niet nee, aangeven. Het is zeker met zo'n stuk als De Kleine Zeemermin. Het is best wel heel veel, weet je. Je hebt niet dit soort dingen standaard liggen. Dus het is heel veel verzin en maakwerk. En je maakt heel leuk om te doen, maar dat vergt wel heel veel tijd. En je maakt alles zelf? We maken heel veel zelf, ja. En over welke aantallen praat je dan? Alleen al voor de staarten. Dat zijn, we hebben 7 zeemerminnen, dus 7 staarten die gemaakt moeten worden. Topjes die daarbij horen. Je hebt een hele hoop vissen, kwallen die allemaal iets leuks aan moeten. En dat zijn geen standaard kleding die je gewoon koopt. En dat in allerlei kleuren en allerlei maten? Kleuren, maten, van alles en nog. Nou, je maakt ons in ieder geval met dit plaatje al heel erg nieuwsgierig naar het eindresultaat. Ja, we staan voor een kledingrek. Daar hangen allemaal hoezen over. Kun je wat laten zien? Kijk, dat ziet er weer heel anders uit. Misschien leuk om daar iets bij te vertellen. Welk karakter wordt gespeeld met deze kleding? Ja, dit is een van de vissen.
Die krijgen ook nog een vissenkop op hun hoofd, zeg maar. En die kunnen dan met de vinnetjes allerlei leuke bewegingen maken. Mooi. Nou, dit was een hele mooie vondst die we hadden. Er zit ook nog een hele grote broek bij, maar die zit helemaal verstopt hieronder. Dit wordt een van de kwallen. Echt lekker van dit soort stofjes erop en dan ook een kwallenkopje op het hoofd. En zo gaan we een mooi geheel creëren. Deze glibbert over het toneel. Dat eindresultaat dat kunnen we zien op 7 en 8 oktober in de Maaiboom. Hebt u interesse om die musical te komen bijwonen, dan kan dat door kaarten te bestellen via de site van ons Mini Maxi Theater. En dat is www.minimaxitheater.nl. José, heel veel succes nog bij al die uren die je ongetwijfeld nog nodig hebt om de rest af te werken. En we zijn heel benieuwd hoe dat het uiteindelijk van het toneel komt. Yes, ik heb dankjewel. Er al vertrouwen in. Dankjewel. Ja, het duurde even, maar we hebben de regisseur toch los kunnen rukken van zijn spelers. En wie hebben we voor ons? Zeg eens even. Willem-Jan Verstrien, 40 jaar oud. Ik zit nu ondertussen sinds 2010 bij het Mini Maxi Theater. Eerst als speler natuurlijk, onder jouw leiding. Ja. En de laatste 5-6 jaar ondersteunend aan jou geweest. En dit jaar voor het eerst als regisseur zelf. Ja, we hebben jou steeds meer zien groeien in jouw rol als assistent, regisseur. En nu ben je uiteindelijk dus regisseur. Ja. Wat houdt dat in, regisseren van een musical? Ja, regisseren van een musical begint eigenlijk al helemaal aan het begin. Het script wat er ligt, dat probeer je zelf eigen te maken. Je gaat kijken naar op wat voor manier ga ik dat nou weg willen zetten. En op wat voor manier ga ik dat willen doen met de spelers die ik heb. En met alle andere gelederen, licht, geluid, decor, kleding. Ja, daar fiets jij heel snel overheen, maar licht, geluid, decor, kleding het houdt nogal zijn wel forse disciplines. Het is een behoorlijk grote hoop inderdaad. En we hebben gewoon een aantal mensen binnen de ploeg die dat heel goed op kunnen pakken. Aan wie dat je dat soort dingen heel goed kan delegeren. Die eigenlijk gewoon bijna self-supporting bezig zijn, die gewoon zelf de dingen oppakken en daarmee aan de slag gaan. En waar je af en toe wat sturing op moet geven. En dat is ook eigenlijk wel het grootste gedeelte van het regisseurschap. Ja, sturing geven vooral aan. Regelen en aansturen. Ja. Jij hebt daarnaast Paul nog, ja, die in een speciale rol jou eigenlijk bijstaat. Ja, ik kan geen noot lezen, heel kort door de bocht. Dat heb ik, en heb je het over muzieknoten? Heb ik het over muzieknoten, dat heb ik jou al aangegeven toen ik nog naast jou stond. Dat is niet mijn ding. Ik kan daar niet zoveel mee. Als ik een noot lees, een beginnoot, ik hoor hem, dan kan ik wel een beetje verder. Maar ik kan dat niet aanleren aan mensen. Dus daar heb je Paul die ondersteunt mij daarin. Die is bij ons de zangrepetitor. En die doet dat eigenlijk hartstikke goed. Die is bezig met vierstemmige nummers. En die zingt zelf van tevoren stukken in om te kunnen laten horen hoe dat het dan moet klinken. En zodat mensen er oefenmateriaal hebben. En dat werkt eigenlijk heel goed. Mooie uitdaging. Ja. Kun je in het kort nog vertellen waar de musical over gaat? De musical gaat over een zeemermin die eigenlijk heel erg nieuwsgierig is naar wat er boven het wateroppervlak gebeurt. Wat er onder de zee gebeurt, ja, dat is allemaal wel leuk. Maar de vader die probeert er eigenlijk een beetje weg te houden boven water. En zij wordt er daardoor wel heel erg nieuwsgierig naar.
En op het moment dat ze dan boven water komt, dan leert ze een prins kennen. En voor hem wil ze eigenlijk alles laten gaan. Uiteindelijk laat ze, om haar benen te krijgen, zelfs haar stem gaan. En ja, dat is dus de vraag, hoe gaat dat aflopen? Gaat dat goed aflopen? Nou, we gaan ervan uit dat het zoals elk sprookje, het loopt af met ze leefde nog lang en gelukkig. Ja. En mocht het anders uitpakken, ja, dan moeten mensen gewoon in de Maaiboom komen kijken. Absoluut. We kunnen niet anders dan jou in jouw eerste jaar als volledig regisseur heel veel succes wensen. Dankjewel.